In deze film brengen we de kleur van deze jurk over op de andere jurk. En om dat te doen is het eigenlijk kinderlijk eenvoudig: er zijn eigenlijk maar twee stappen nodig. Allereerst moeten we gaan bepalen wat de gemiddelde kleur is van de linkerjurk, de oorspronkelijke jurk. En we moeten gaan bepalen wat de gemiddelde kleur is van de rechterjurk. En die twee moeten we met elkaar gaan matchen. Hoe ga je dat doen? Om te beginnen ga je een nieuwe laag gaan maken. En dat doe je met de sneltoets Ctrl-Shift-N of hieronder bij dit vierkantje met het plusje. En deze laag noem ik originele kleur. En ik druk op Enter. Vervolgens ga ik dus de originele kleur plaatsen in deze laag. En dat doe ik met het pipetje, dat vind je hierboven, of bij de sneltoets I. En je moet zorgen dat de grootte niet op 1 bij 1 staat, of een punt, maar je pakt gewoon een uh, redelijk grote uh, afmeting, afhankelijk van het formaat van jouw foto. Ik pak 31 bij 31. Ik zoom even een klein beetje in op de oorspronkelijke jurk. En nu is het dus zaak dat we daar een gemiddelde van pakken. Nou, de jurk heeft donkere stukken, zoals hier. En heeft ook lichtere stukken, zoals hier. Dat is waar we eigenlijk niet willen zitten. We willen een beetje in dat middengebied. En dat doen we bijvoorbeeld hieronder. En ik klik daar één keer en je ziet dat mijn voorgrondkleur verandert naar deze roze kleur. Ik zoom weer even uit. En ik ga nu dus gewoon een stip zetten. Van deze oorspronkelijke kleur. Dat doe ik gewoon met de kwast. Die vind je hier links. Of met de sneltoets B. En het formaat maakt even niet uit. Ik zet gewoon een stip. Ik pak een vrij harde kwast. Dat doe je door door met rechts op te klikken. En de hardheid hier helemaal naar 100% te verschuiven. En dit ga ik dus ook doen met de gele jurk. Dus ik maak een nieuwe laag. En deze noem ik nieuwe kleur. Ik zit nog in het kwastgereedschap en om dan meteen een pipetje te pakken, kun je de alt ingedrukt houden. Je ziet, de cursor wordt een pipetje. Nou, hij staat nog op 31 bij 31. En ik moet ook hier niet de highlights pakken, de hele lichte stukken en ook niet de schaduw, maar gewoon een gemiddelde. Zoals hier in de mouw. En ik klik een keer en je ziet mijn voorgrondkleur wordt geel. En ik maak gewoon een nieuwe stip. Op deze nieuwe laag. Vervolgens kun je nog met een verplaatsgereedschap de stippen dichter bij elkaar schuiven. Dat maakt het dadelijk wel wat makkelijker. Nu kunnen we de foto's even vergeten. Wat we eigenlijk moeten gaan doen, is dus zorgen dat deze gele stip dezelfde kleur krijgt als deze roze stip. En dat is op zich vrij eenvoudig. Wat ik allereerst ga doen, ik ga de laag vullen met een nieuwe kleur. En niet zomaar een kleur. Ik pak deze roze kleur. Dus ik pak weer terug het pipetje. Ik zorg dat. Ik één keer in het roze klik zodat dat mijn voorgrondkleur is en ik maak hieronder via het zwart-witte bolletje een nieuwe aanpassingslaag volle kleur. En deze krijgt meteen mijn roze dekking. Ik klik gewoon op OK en dit is goed. Nu ga ik de dekking van deze laag veranderen. Hij staat nu op normaal, maar als je daarop klikt dan heb je verschillende opties en hieronder onder andere de optie kleur. Klik je daarop, dan wordt eigenlijk die hele roze tint over de foto heen gelegd en zijn in principe de kleuren al goed. Je ziet, de gele stip is ook veranderd, net als alles wat daaronder ligt. Maar de foto's kun je eigenlijk even vergeten. Ik ga ervoor zorgen dat deze kleurvulling eigenlijk alleen invloed heeft op mijn nieuwe kleur. Hij staat ook boven de laag nieuwe kleur. En om hem nou te koppelen aan die laag nieuwe kleur, maak ik een uitknipmasker. En dat doe ik door de alt ingedrukt te houden. En als ik dan tussen de lagen ga staan, dan verandert mijn cursor van een handje naar een vierkantje met een pijltje. En klik je dan, dan heeft het dus alleen invloed op die nieuwe kleur. De vulling, de laag met de vulling, wordt eigenlijk gekoppeld aan de onderliggende laag. Zet ik die nou uit, dan zie je dat het eigenlijk gewoon, ja, de laag erboven, het oogje wordt niet wit, maar wordt grijs, gaat eigenlijk mee uit. Daaraan zie je dat het dus goed gekoppeld is. De kleur is nu eigenlijk al in orde, maar de belichting nog niet. En die moet ik dus ook veranderen. Je ziet dat uh, de oude stip geel, de nieuwe kleur, dat die eigenlijk gewoon veel te licht is. Die moeten we donkerder maken en dan zie je dat het gewoon beter matcht. Dat doe ik met een nieuwe aanpassingslaag, dus het zwart-witte bolletje, en dan kies ik voor niveaus. Dit zal ook weer invloed hebben op de hele foto, dus die ga ik ook weer koppelen aan de laag die eronder staat, de ALT ingedrukt houden. Tussen de twee lagen gaan staan en een keer klikken. En hij linkt dan gewoon door tot aan de laag nieuwe kleur. Met het niveaufilter heb je hier in het midden het gebied waarmee je het lichter en donkerder kunt maken. Ga je hem naar links halen, dan wordt hij steeds lichter, totdat hij, als je hem helemaal naar links schuift, helemaal wit is. En schuif je hem naar rechts, dan wordt hij donkerder, totdat hij echt gewoon ja, donker rood is. Maar we moeten hem dus ergens zien te matchen met die andere kleur. En dat doen we om te beginnen door de dekking van normaal af te halen en helemaal onderaan lichtsterkte te selecteren. Want we willen dat het geen invloed heeft op de kleur. En we moeten hem iets donkerder maken, dus ik schuif dit naar rechts. En je ziet, het komt steeds dichter bij elkaar en op een gegeven moment is er een moment dat ze praktisch in elkaar overvloeien. Je kunt eventueel nog verder inzoomen. En nou is het een kwestie van precies schuiven. Eventueel kun je nog hier in het midden, waar nu 0,30 staat, klikken. En dan zou je met het pijltje omhoog en het pijltje omlaag kleine stapjes kunnen maken. Helemaal 100% matchen, dat doet het in dit geval niet. Maar dit is het dichtstbijzijnde. En je zult zien dat er dadelijk uiteindelijk weinig te zien is. Als we helemaal uitzoomen, dan zie je dat de kleurencirkels bijna 100% met elkaar matchen. Nu staat de kleurenvulling en het niveaufilter staan dus goed. En dat moeten we over gaan brengen op onze onderste laag, op de gele jurk. Dus ik selecteer beide lagen. Dat doe ik door de ctrl ingedrukt te houden en ze allebei te selecteren. En ik sleep ze gewoon naar beneden. De stippen die kunnen uit. Maar je ziet dus dat mijn niveau en kleurenvulling... Op de gehele foto worden toegepast. Dat is niet helemaal de bedoeling. Ik wil in feite eigenlijk alleen het geel selecteren. Dus ik hou even de Alt ingedrukt om de onderste laag zichtbaar te maken. Als je dan op het oogje klikt, dan verdwijnt de rest als sneeuw voor de zon. En ik ga met het selectiegereedschap Snelle Selectie even een snelle selectie maken van de gele jurk. Hij kan op zich nog iets beter, maar laten we het even hierbij houden. Hou ik de Alt weer ingedrukt en druk ik weer op het oogje. En dan is de rest ook weer zichtbaar. Deze twee lagen niveau en kleurvulling, die selecteer ik weer door de Ctrl-Ingedrukt te houden. En die ga ik plaatsen in een nieuwe groep. En dat doe ik heel eenvoudig als ze geselecteerd zijn op Ctrl-G en het wordt een groep. Je ziet, ik heb nog steeds een selectie die actief is. En als ik nu een laagmasker maak, dan behoudt hij de selectie en dan maakt hij de rest eigenlijk gewoon de groep onzichtbaar. Dat laagmasker, dat maak je hieronder met het witte vierkantje en een zwarte bolletje en je ziet wat er gebeurt. De selectie is inderdaad niet perfect. Geen probleem, ik kan gewoon inzoomen, een kwast selecteren, ik maak hem wat kleiner als net. En met wit als voorgrondkleur maak ik het effect daar ook weer zichtbaar. Ik laat het hier even bij, want het gaat immers om de jurk en niet om de selectie. Eventueel kun je met de doezelaar de randen nog een klein beetje zachter maken. Maar op zich is het effect vrij aardig gelukt. Behalve in de schaduw, daar vind ik het eigenlijk nog iets te hard. Dus ik ga het gehele effect een klein beetje uitzetten in de schaduw. En dat doe ik via het laagstijlen menu. Gewoon dubbelklikken naast de groep in een leeg gedeelte. En dan zie je dus gewoon dit verschijnen. En nu kun je dus zeggen van nou, dit, dit hele effect van de groep, dat moet je uitzetten als de laag aan de onderkant een beetje donkerder is. Nou, en dat doe je dus door dit pijltje een klein beetje naar binnen te slepen. En als ik dat even heel sterk overdrijf, dan zie je dat in de donkere partijen het geel wat eronder ligt, gewoon weer doorkomt. Want ik zeg in het laagstijlen menu dat alles wat uh, van zwart tot aan deze helderheid, 115 komt, dat je daar gewoon uh, de onderste laag moet laten zien en niet de groep. Hou je de Alt ingedrukt, dan kun je dit pijltje nog scheiden, zodat je een mooi gradueel verloop krijgt. En ik sleep ze allebei een klein beetje naar links. Zo klopt die wat mooier in mijn ogen. De jurk uh, reflecteert ook geel licht. Dat komt nog een beetje hieronder op de arm tevoorschijn. Uh, ja, dat kan aan je foto liggen. Dat zou je eventueel nog handmatiger uit kunnen gaan filteren. Dat is wat lastiger. Laat ik het gewoon proberen. Ik ga helemaal naar boven en ik maak een kleurtoon en verzadiging laag aan. Ik selecteer de gele tinten en daarvan trek ik de verzadiging er een klein beetje uit. Nou, in eerste instantie lijkt dit wel aardig en ik verschuif hier een klein beetje het balkje naar wat meer geel. Beetje meer verzadiging terug mag wel en eventueel kan ik de kleurtint nog aanpassen. En dat is op zich wel een aardig effect. Heeft wel effect op de hele foto, ook in de achtergrond zie je. Maar je weet, we werken met laagmaskers, dus ik keer dit laagmasker om. Ik pak een kwast, ik zorg dat hij redelijk groot is, maak hem lekker zacht. En ik ga gewoon met wit over de stukken waar de gele reflectie van de jurk terugkomt. En eventueel kun je de dekking van dit filter nog een klein beetje verzachten om het wat aan te passen. Nou, en zo is zeker bij de onderarm die gele tint er wel uit. En zo eenvoudig is het dus om kleuren met elkaar te matchen. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken, tot de volgende keer en doei doei!